De Bond Personeel Regionale Gezondheidsdienst heeft goede afspraken gemaakt met de minister van Volksgezondheid en de leiding van de organisatie. Het personeel gaat nog niet in beraad. Bondsvoorzitter Robbie Narendorp zegt dat de leden hoopvol gestemd zijn en nog even wachten, zodat hun zaken in orde gemaakt worden. We hebben een antwoord gehad. Dat kan ik doorgeven. We hebben een antwoord gehad. Alleen is het... er zijn afspraken gemaakt. Laat me dat zeggen. Alleen is er één afspraak niet in opgenomen. Het gaat om... De minister zou dus met zijn collega's van gedachten wisselen om as soon as possible de eis van de bond in te willigen. Maar bij die bespreking was ik er persoonlijk niet bij. Bij die bespreking was wel door het bondsbestuur gevraagd dat het zij tentatief een periode wordt aangegeven waarbinnen we dit alles kunnen realiseren. Dat is niet het, is er niet bij. En wij hebben dus als bond vandaag een brief gericht naar de minister en daarop gewezen en vragen. Want omdat we dus, we kunnen dus niet een open periode afspreken. Narendorp zegt dat de bond wilde weten wat er zou gebeuren met de afspraken die er gemaakt zijn over het wensend pakket. Het gesprek is naar zijn zeggen goed verlopen. De bond hoopt niet dat het zo ver komt dat ze moeten overgaan tot acties. De prikactie van de vorige week was een signaal om zaken in orde te maken. De bond verweet de stichting dat die niet wil onderhandelen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. Andere pijnpunten zijn de hoge kosten van levensonderhoud, schaarste aan middelen en de druk op de uitvoer van werk.